Welke rugzak neem ik mee? Tijdens een dagtocht hebben we heel wat materiaal nodig. Zoals water. Water om onze dorst te lessen gedurende de dag en op warm moment. 'S Middags hebben we natuurlijk eten nodig. Daardoor is een lunchpakket zeer belangrijk. Verder hebben we natuurlijk ook een pakket nodig om te gaan zwemmen. Zoals een zwembroek en een handdoek. In wat kunnen we dit materiaal nu allemaal opbergen? Daarvoor hebben we verschillende rugzakken. Kleine rugzakken als iets grotere rugzakken. De kleine rugzak is iets minder comfortabel, maar hier past alles perfect in. Als je voor wat meer comfort wilt tijdens je dagtocht, ga je voor een iets grotere rugzak als deze. Hij is iets groter, maar ook iets steviger. Wat ervoor zorgt dat je gemakkelijk kan gaan wandelen tijdens een dagtocht. Tweedaagse. Tweedaagse is een dagtocht die 2 dagen duurt met overnachten. Om goed te kunnen overnachten hebben we een slaapzak nodig. Een slaapzak, anders is het 's nachts heel koud. Zoals jullie zien is deze kleine rugzak veel te klein. Daardoor stappen we over naar een groter type. Deze rugzak is al iets beter. Maar er komt nog heel wat bij dan alleen een slaapzak. Daardoor stappen we over naar het grootste type. Een groot type dat stevig is en waar veel gewicht in kan. We beginnen met de slaapzak. Door de grootte en het comfort kunnen we ook ons matje meenemen. Ons matje waardoor we gezond en goed kunnen slapen. Om niet slecht te dromen 's nachts nemen we onze knuffel mee. In dit geval Winnie de Pooh. Verder moeten we ons natuurlijk 's ochtends nog wassen. Daardoor nemen we ons wasgrif mee en onze handdoek. Om de terugtocht goed te kunnen aanvatten, is het belangrijk dat we ook genoeg eten. Daardoor nemen we een lunchpakket mee en water. Door de grootte van deze rugzak was alles gemakkelijk in deze rugzak en kunnen we ook nog heel wat kledij nemen, zoals een regenjas, etc. We klikken hem toe en eventueel kunnen we er zelf nog schoenen bij steken. Dus, ik zou zeggen, tot op 2 dagen. Dag jongens! Maar wat was mijn eerste zin dan juist? Als we een uitstap plannen van 1 dag, hebben we een lange nodig water. Water om een hele dag te kunnen verzorgen. Om een hele dag die dorst te lessen. Verder hebben we natuurlijk ook nog nodig eten. Eten? Zoals middag eten? Wie nu dat, jongen? Ja, als we gaan zwemmen, hebben we natuurlijk ook nog een zwembroek.